Hallo allemaal, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Dit is misschien een beetje een rare intro, maar dat komt omdat Anne-Jet en ik afgelopen week een heel leuke pashokje shoplog hebben opgenomen. Maar we zijn helaas vergeten om een intro en outro op te nemen, dus die doe ik even alleen. Vind je de video nou leuk? Doe dan zeker weten een pluimpje omhoog. Vergeet eronder niet te abonneren en let's get started! We staan als eerste winkel in de Vera Moda en we hebben hier allebei twee outfits uitgezocht die we nu even gaan passen. Dit is van mij en dat gaan we nu passen. We hebben onze eerste outfits aan. En ik heb dit shirtje aan en deze is lichtroos en ik vind deze zelf heel erg leuk. Deze broek is wel van mezelf, dus alleen dit shirtje. En dit shirtje is 9 euro. En ik heb een volledige outfit aan van Vera Moda. Ik heb het eerst een Good Vibe shirtje aan met een soort van zilver tintje achtig. En deze is 19,99 euro. En ik heb een heel erg leuk spijkerrokje aan. En deze is ook 19,99 euro. Alleen is deze iets te groot, dus dat wordt moeilijk. Maar we gaan nu voor onze tweede outfit passen. We hebben onze tweede outfit aan. Ik heb dit shirtje aan en deze broek. En ik vind het echt super leuk. Ik heb dit shirtje en hier staat met felroze letters. Dat vind ik heel leuk. En deze is 15 euro. En deze broek is 25 euro. Deze vind ik ook heel leuk, maar ja. Hij is wel heel los of zo. Ja, hij is wel heel erg los, maar ik vind hem op zich wel leuk. En ik heb een soort van jurkje aan. Lijkt een beetje op een jumpsuit. Ik vind hem heel cute. Alleen de kleuren passen niet echt bij mijn gezicht. Dus dat vind ik heel erg jammer. Maar deze was 29,99 euro. Dus 30 euro. Vind ik heel leuk. Dit waren onze twee outfits bij de Vera Moda. Dan gaan we nu kiezen wat we gaan kopen. Ja. We zijn eruit. We gaan allebei een shirtje kopen. En welke ga jij kopen? Ik ga deze kopen. Deze witte met felroze letters. En deze was 15 euro. En ik ga deze kopen met Good Vibes op, die zilveren. En deze was 19,99 euro. Dus let's go to the kassa. Yeah. We zijn nu bij de tweede winkel, oftewel de Sting. En we gaan hier allebei twee outfits passen. Ja. Jouw outfits hangen hier al, zie ik. En mijne liggen daar allemaal, want ik had geen hangertjes. Dus die hangen daar allemaal en ze liggen daar. Nou, let's go. We hebben onze eerste outfit aan. En wat heb jij aan? Ik ga even zo filmen. Ik heb dit witte shirtje met hier zo'n heel schattig zwart randje. Yeah. En deze was 25 euro. Ja, 19,99 euro. En dit superleuke flair rokje met deze echte stipjes. Dit staat dan weer heel leuk bij dit witte shirt. En deze was 30 euro. Deze vind ik echt heel leuk. Yes. En wat heb jij aan? Ik heb een district shirtje aan. En deze was, let me have a look, 19,95 euro. En ik heb een soort van een broekje aan die heel erg leuk is voor het strand. En zo'n leuk printje ook. En deze was, let me look, 29,95 euro. Nu afgeprijsd. Dit zijn dus onze outfits. Ik vind ze echt super leuk. We gaan snel outfit nummer 2 passen. Outfit nummer 2. Wat heb jij aan? Let me show. Ik heb dit felgroene shirtje aan met wit. En hier staat Brooklyn op. Is echt cute. En deze was 18 euro. En ik heb dit super leuke spijkerrok. Ik vind dit heel leuk. Met deze leuke rand. En deze was 20 euro. Ik heb een, wat staat erop? BM Bleu shirtje aan. Dus heel leuk. En dan met leuke mouwtjes, leuke details. Ja, die zijn echt heel leuk. En deze was 19,95 euro. En ik heb een onderen rokje. Ik vind de combinatie niet geweldig, maar het is wel een heel erg leuk rokje. En het rokje was 29,95 euro. En deze outfit is geslaagd. We zijn weer omgekleed. En wat ga jij halen bij de Sting? Ik ga dit witte shirtje halen met dit schattige zwarte randje. En deze is 20 euro. Dat had ik net verkeerd gezegd. En ik ga dit superleuke flare rokje halen cute. Met deze witte stipjes en deze is 35, dat had ik net ook verkeerd gezegd. En ik ga alleen dit rokje halen, dit basic rokje, gewoon een grijs, is heel leuk. Ja, en is echt heel leuk. Deze is 30 euro, dus let's go to the kassa! We staan als allerlaatste winkel in de H&M en we hebben hier al onze outfits hangen, super veel. Ja. En we gaan het even passen, we hebben allebei weer twee outfits. Ik ben heel benieuwd, ja? Ja, ik ook, heel erg. Let's go! We hebben onze eerste outfit aan en Anne-Jet, wat heb jij aan? Ik heb dit superleuke shirtje aan met overrap en dit shirtje is 10 euro. Vind ik heel leuk. Ja, en dit superleuke broekje met deze blauw met witte strepen en deze zit heel los. Zelf vind ik het fijn als broekjes strakker zitten, maar deze is 20 euro. En dit shirtje kun je op twee manieren combineren. Ik heb namelijk gewoon een beetje speels met zo'n broekje, maar ook gewoon super netjes. Of een beetje netjes. Ja, met zo'n jasje. En ik heb dus als eerste een jasje aan en het jasje valt me eerlijk gezegd best wel tegen. Ik vind het soort jasje altijd heel erg leuk, maar ik vind deze niet heel leuk als ik eerlijk ben. Ik vind de kleuren vallen me een beetje tegen en ik vind het model niet heel erg mooi, want die zit heel erg losjes ofzo. En dat vind ik niet zo mooi, in de maat kleiner pas ik niet. Dus deze was 35 euro, maar ik vind hem dat geld niet waard en ik vind hem ook niet heel erg mooi. En het shirt vind ik daarentegen wel heel leuk, die is 9,99 euro. En die hebben we allebei. Ik vind de outfits op zich best redelijk geslaagd. Ja, ik heb trouwens mijn eigen broek aan. Zullen we doorgaan naar outfit 2? Ja, doen we. We hebben onze tweede outfit aan.
Ik heb dit aan. Sorry. Oké, dan. Deze broek, ik dacht dat deze leuker was. Ik vind hem zelf een beetje... Hij zit heel raar. Het is een heel raar model hier bij je heupen. En dit is ook super lang. Ik vind het zelf niet zo leuk. Dit blouse is op zich wel leuk, maar ik ben hier zelf wel een beetje te wit voor. Dit blouse is 10 euro. Deze is namelijk afgeprijsd. En deze broek is 35 euro. En wat heb jij aan? Ik heb een gewoon basic shirtje aan. Die vind ik heel erg leuk. Die is 14,99 euro. En ik heb een leuk broekje aan en ik vind het echt zo'n leuk zomerbroekje, weet je wel. Ja, die is echt heel leuk. Wat je lekker aan kan doen naar het strand en dan leuk met dit shirtje erbij. En het broekje was 25 euro en deze was dus 15 euro. Super leuk. Ja, deze zijn niet heel erg geslaagd. Ja, die van Bo is wel leuk, maar deze... Ik snap wat je bedoelt, de broek zelf is wel leuk, maar het model is heel raar. Zo. Dus. We zijn weer omgekleed. Wat ga jij halen? Ik ga alleen dit shirtje halen met O. En deze was 10 euro. En ik ga als eerste het broekje halen. En die was 25 euro. Die is heel erg leuk voor de zomer. En ik ga dit shirtje halen. En die was 15 euro. Leuk. We gaan het even afrekenen bij de kassa. Ja. En dan was het alweer de laatste winkel. Dan was het alweer helaas de allerlaatste winkel waar we naartoe zijn geweest. Maar we zijn deze dag wel heel erg geslaagd. Want we hebben heel veel leuke items gekocht. Vond je de video leuk? Wil zeker weten een duimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei doei!